Welcome to Tbilisi. And he said, we don't know many things that you know. Good income, and not... Yes, and the income is... krijg je dus nu hier ook. Dat betekent dat hier ook straks 50% van de bevolking een chronische ziekte heeft. En twee derde daarvan meerdere chronische ziektes. En voorheen hadden ze gewoon goed voedsel, super gezond. En nou krijg je deze rotzooi. Uber iets. Mensen vreten zich dood. Wat de mensen nu te doen? Je ziet daar een strijder. Georgia heeft altijd geweerd tegen alle landen die bij hun invielen en over wilden nemen. En dat is wat ze moeten blijven doen, want Europa is degene die niet hard op de deur klopt, maar je huis binnenkomt en jou overtuigt dat je alles moet opgeven, zelfs je eigen lichaam. Dus mensen moeten strijden en nooit ze binnenlaten, want het enige wat gebeurt is dat er allemaal projectontwikkelaars komen en dat de hele stad wordt gestolen. Dus Georgianen, blijf strijden. Ja, gezin hè, dat mag. Ook al. Mensen kunnen niet meer normaal met de bus zonder bankpas. Terwijl vroeger kon je er gewoon centjes in stoppen en kon je met de bus. En nu moet je overal je bankkaart laten zien. Overal mass surveillance. Ze hebben echt misbruik gemaakt van de crisis om dit land te resetten. En het maakt het land kapot. En ik hoop dat de Georgianen opstaan. Er is hier ook natuurlijk heel veel Oekraïne-indoctrinatie. Alhoewel de meeste Oekraïners zeggen Rusland is onze ally en dat is onze partner. En daar hebben we mee te maken, maar er is wel veel indoctrinatie. En we zagen net ook een Ferrari rijden. Je ziet de duurste bakken rijden van de Zelensky Pandora Papers en zijn vriendjes. En dat is schandalig, want de bevolking daar kan er natuurlijk ook niets aan doen. En het zijn allemaal eigenlijk soort buren van elkaar, voormalige Sovjets, die heel veel met elkaar gemeen hebben. Het is de republiek, hè? Ze horen allemaal bij elkaar. Dus het is gewoon heel vies hoe ze tegen elkaar worden uitgespeeld. En ik hoop dat de mensen... Je ziet hier ook de Silent Cities, onderdeel van de Smart Cities, compleet van de pot gerukt. En alles wat van de mensen en natuur wordt af. Alle mooie gebouwen halen ze weg. En ze rijden hier bijna van de stoep met de leensteps. Helemaal geïndoctrineerd. Maar dat, ze de nieuwe, dat zijn de ophitsers van George Soros. Dit is gedaan door de activisten van George Soros die proberen het land dus in faillissement te krijgen. Ben je getraind zo? Dat doe je nooit uit jezelf. Ja, dat doe je niet. Kom maar, kom maar. Van Tbilisi de overwinning op alle landen om hun heen die wel geprobeerd hebben hun te veroveren. Dit is de overwinning, het is ook een vrouwelijk symbool. Vrouwelijk staat voor kracht en gezin en bescherming van de zwakkeren, maar ook voor kracht. Vrouwen staan voor kracht in Tbilisi.
En als je hier ziet, het is ontzettend veel natuur. We zitten hier grens hier aan de Caucasus. Ze hebben hier ongelooflijk goede natuurlijke grondstoffen. Ze hebben hier bakingsoda gewoon in het water zitten. Dus echt super. En wat je ziet is helaas hele mooie gebouwen. Stevig en solide van voorheen, hè, van het oudere tijdperk. Toen nog solide werd gebouwd en ook mooie structuren. En dan zie je de torens ineens herrijzen, de vallische symbolen. Die eigenlijk totaal misplaatst zijn in het landschap. Dat is erg jammer. Tbilisi is echt een land wat nog eigenlijk tot nu toe vertrouwde op de natuurlijke grondstoffen. Ze hebben ontzettend veel natuurlijke grondstoffen. En het besef dat alles wat we niet natuurlijk hebben, we hebben dus gas, olie, borium, we hebben alles in de grond zitten. We hebben de bomen, we hebben zuurstof, we hebben alles wat we nodig hebben om ons heen. We kunnen landbouw doen. En juist het omzetten bijvoorbeeld in elektriciteit kost zo gruwelijk veel energie dat je eigenlijk de hele natuur vernietigt. En dat geldt eigenlijk voor die hele beweging naar techniek. Of het nou windmolens is of zonnepanelen, ze hebben allemaal grondstoffen nodig. Het kost ontzettend veel energie om te maken. Dus we zijn slechter af en we gaan naar een tijdperk waarin de aarde volledig wordt leeggetrokken door een soort klimaattransitie die geen klimaattransitie is, maar een vernietigingstransitie. En mijn hoop is eigenlijk dat mensen wakker worden en beseffen, prima als we beter voor de natuur zorgen, dat we vertrouwen op de natuurlijke grondstoffen, dat we kijken naar welke landen wat te bieden hebben en van daaruit gewoon gebruik weer maken van onze natuurlijke grondstoffen zoals olie, gas, water, lucht, zon. En dat we ophouden met alles om te zetten, want elektriciteit opwekken kost te veel energie. Windmolens laten draaien kost fossiele brandstoffen. Dus we gaan 10.000 keer meer vernietigen en gebruiken als we die transitie doorzetten. Nou, en ik hoop ook voor deze mensen hier dat ze weer teruggaan naar de mooie laagbouw en de prachtige architectuur die het land rijk is. Het is een land met ongelooflijk veel cultuur en historie. Ze hebben de berglandschap op de achtergrond. Er wonen heel veel mensen in de steden. Dat zou beter verspreid kunnen worden naar het platteland. Maar dat geldt voor alle landen in de wereld. Ga terug naar het platteland en maak daar weer kleine gemeenschappen die met elkaar zich kunnen verbinden. Dat is eigenlijk mijn wens. Staan, gewoon wilde straathonden, allemaal gechipt, die naast de mensen gaan staan om te kijken wanneer ze kunnen oversteken. Hij weet dus precies, als die mensen oversteken, kijk, nu kan, weet hij dat hij ook kan. Hij is dus helemaal getraind. En hij hoort niet bij deze mensen. Dank je. Nu zie je waar we in zitten. We zitten zelf in de kooi.
De vogels hebben de deuren open gemaakt en wij blijven rustig zitten. Zo erg is het. Ja, here ook. Here also is the massive tree cut, which is part of the strategic development goals. I call them strategic destruction goals, to cut all the trees down and plant small ones, but it's still destroying the forest because it's the large tree that give us the diversity of species, give us good strong soil, healthy soil. It gives us all air. And it takes CO2. And here too, they cut all the trees. I saw the whole hill, all the trees were cut and they plant new ones and it takes at least 30 years to grow them again. Wat echt zo is, het is een culinaire ervaring, alles is ontzettend lekker. Alleen als je koffie drinkt in een restaurantje met iets, een broodje of iets kleins erbij, betaal je gewoon 3 euro voor een kopje koffie. Wat wel Nederlandse prijzen zijn en dat is erg jammer. Tegelijkertijd kun je in achterafstraatjes overal nog wel plekjes vinden waar je een hele tas met eten koopt. Allemaal lekkere hapjes
voor 10 euro. Dus dat is voor mensen met een smalle beurs toch wel iets beter te doen. Dus je hebt wel mogelijkheden. Wat ook erg jammer is, want de culinaire ervaring is spectaculair. Wat erg jammer is, de Georgianen zijn goud eerlijke mensen. En doordat ze heel graag bij Europa willen horen, hebben ze mass surveillance opgezet en mass digitalisering die hier oprukt. En dat betekent dat je op sommige plaatsen niet meer contant kan betalen. En een van de dingen is de bus. Dus je kan niet meer met de bus gaan zonder een digitale app. En eigenlijk ook niet meer met de taxi. En dat komt door de druk, de drang en de wang van Europa. En dat is erg jammer, want dat haalt weg aan de authenticiteit van...